Met het project Limburg 1914-1918, kleine verhalen in een grote oorlog, hebben we op een creatieve manier de samenwerkingsverbanden tussen de Limburgse gemeenten en hun inwoners aangehaald. Iedere gemeente heeft zijn verhaal op zijn manier verteld. 44 betonnen stuilhelmen symboliseren de Duitse bezetting van Limburg tijdens Wereldoorlog 1. Op weg naar hun gemeente om ze creatief te bewerken en een boodschap mee te geven. 44 gemeenten met elk hun eigen verhaal. 44 creaties weerspiegelen hoe de soldaten in 1914 naar de oorlog vertrokken en 4 jaar later veranderd en getekend voor het leven terugkwamen. Binnen onze gemeente gaat eigenlijk over Louis Maassen, die destijds werkte in een hospitaal in Luik. Dan werd hij krijgsgevangene, maar mocht daar blijven werken onder Duits bevel. Na een jaar is hij eigenlijk teruggekomen naar onze gemeente en hebben de Duitsers hem gevraagd van wat zou je nu het liefste willen? En daarop heeft meneer Maassen geantwoord van ja, ik wil mij liever aansluiten bij het Belgische leger. En hebben ze hem eigenlijk onmiddellijk gedeporteerd naar Duitsland. Het is heel onduidelijk van waar heeft hij nu of voor wie heeft hem eigenlijk gewerkt of onder welk bevel. En heeft de gemeentesecretaris destijds een papier of een document opgemaakt om duidelijk te stellen dat Louis Maassen effectief voor het Belgische leger heeft gewerkt. De stijl is een beetje afkomstig van Mexico, het feest Dia de las Muertas. De dag waar de doden eigenlijk gevierd worden, heel anders dan bij ons Allerheiligen. Omdat het eigenlijk wel gruwelijke en grauwe tijden waren, wou ik het echt meer in kleur brengen en daarom heb ik eigenlijk gekozen voor deze stijl. De ene helft is de skull en dan verwijs ik eigenlijk een beetje naar al de gesneuvelden door de oorlog. Aan de andere kant het aangezicht van, of de helft van het aangezicht van Louis Maassen. Nu aan de kant van de skull worden eigenlijk allemaal de klaprozen getekend onderaan. En dat is eigenlijk een beetje de verwijzing naar de vele bezoeken aan zijn broer die toen tijdens de oorlog in Engeland woonde samen met zijn gezin. Aan de andere kant komen de Magrietjes die dan heel herkenbaar zijn, die ze dan in de brieven stopte als teken van hoop tijdens de oorlog. Op de achterkant worden eigenlijk de vleugels geplaatst, die dan helemaal onderaan aan het zonnepaneeltje komen. De naam van Louis Maassen zou er ook nog ergens bij op moeten komen. Dat was eigenlijk wel een wens van de nabestaanden, dat dat toch wel een extra herinnering zou zijn. Niet enkel een herdenking aan de Eerste Wereldoorlog, maar een eerbetoon aan Louis Maassen. De 44 helmen zijn een blijvend symbool ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Limburg en gaan naar hun laatste rustplaats. Alle info op www.limburg1914-1918.be.